We staan hier bij de nieuwbouw van de Andreasschool. In mei 2012 heeft de gemeente ingestemd met het nieuwe plan. Het is misschien wel leuk als een vader zelf iets vertelt over deze school. Wat ook zo leuk is aan deze school is dat het een duurzame school is en een school is waar voor de kinderen heel veel leuke dingen te doen zijn. Moet je even meekomen, ik laat je wel even wat zien. Dit bijvoorbeeld, als je dit hier ziet, dit houten frame, dat is aansluitend aan de klasse van de kleuters. Is het nou in de zomer mooi weer, gaan die deuren open, kunnen die kinderen zometeen hier buiten les hebben. Hartstikke mooi toch? Wat ook hartstikke belangrijk natuurlijk is of een school duurzaam gebouwd wordt. Dat geldt voor alle gebouwen die nu gebouwd worden. Op het dak zometeen zonnepanelen. Voor de kinderen zometeen, bovenop het dak, komen kassen. In die kassen kunnen ze hun eigen groenten verbouwen, hun eigen plantjes. Hartstikke leuk voor die kinderen natuurlijk om te doen. Wat ook belangrijk is bij duurzaamheid, is natuurlijk hoe hou je zo'n pand warm. Deze buizen gaan 85 meter de grond in en de aardwarmte wordt in de winter gebruikt om het gebouw warm te houden. En in de zomer werkt het om het te koelen. Kortom, ben ik blij dat mijn kinderen naar deze nieuwe school kunnen? Ja, daar ben ik heel blij om.